Ik sta dus wel eens zo. Ja. Sta ik dan een beetje naar buiten te kijken, weet je wel. En ja, in principe is er niks mis mee met naar buiten kijken. Maar als er dan mensen aankomen, dan doe ik even snel zo. Omdat ik niet wil dat ze dan weten dat ik naar buiten kijk. Maar ik sta in principe helemaal niks verkeerds te doen. Maar dan vul ik dus voor die mensen in als een of andere kale mogol zo door een kiertje loopt te kijken. Dan denken zij natuurlijk van, ja, wat loopt die kale mogol door een kiertje te kijken? Wat is dat voor mafkees, weet je wel? Dus daarom doe je dan zo. Maar misschien denken ze ook wel gewoon van, joh, hey, er loopt een kale mogol door de Luxe Flex heen te kijken. Wat leuk. Dat weet ik allemaal niet. Ik vul dat maar gewoon in. Dus ja, ik voel me dan een soort van, ja, viezerik of zo, dat ik hier stiekem sta te kijken. Maar in principe sta ik gewoon naar buiten te kijken. Kale mogol die ik dan ben, weet je wel. Maar goed, dus dat doe ik zo dan 4 of 5 keer per dag. En de kinderen vinden dat ook hartstikke leuk om hun vader zo te zien staan. Dus ja, dit is een win-win-win situatie, noemen ze dat ook wel.